Kunnen de vier pontjes over de Maas, die de verbinding zijn tussen Brabant en Gelderland, in de toekomst nog wel blijven varen? De stichting Maasveren, die deze veren beheert, staat voor een moeilijke keuze, nu de subsidies van de provincie en de toezegging vanuit de gemeente Os vervallen per 1 januari aanstaande. Dat heeft voor de stichting vervelende consequenties. Doordat we inderdaad minder subsidies krijgen, maken we verlies. Dat is de verwachting voor 2023 en ook de verwachting voor 2024. Want het blijkt dat de afgelopen 10 jaar hebben we regelmatig een beroep moeten doen op de subsidies van de gemeente Os en het Gelderse Verenfonds. Het Verenfonds verstrekt de subsidies via de gemeente West Maas en Waal en Maasdriel. Maar de provincie Gelderland heeft gezegd we stoppen. De provincie legt de verantwoordelijkheid nu bij de gemeentes. De gesprekken met het bestuur en de gemeentes verliepen tot nu toe moeizaam. Er zat weinig vooruitgang in. Maar gelukkig, nogmaals, zitten we weer met elkaar aan tafel. En dan gaan we kijken hoe we de subsidies in 2024 kunnen organiseren. We zijn natuurlijk een maatschappelijke organisatie. En we spelen een belangrijke rol in de regio voor de bewoners. En dat is ook de reden dat we inderdaad onze 5 oeververbindingen ook de komende periode in de vaart willen houden. En wie gaan hier nog het meeste overheen? Wie maken gebruik van de pontjes? Uiteraard woon-werkverkeer. Dus bewoners die in Brabant wonen of in Gelderland werken of net omgekeerd. We zien ook dat heel veel scholieren gebruik maken van onze vierponten. Agrariërs en in de zomer natuurlijk de toeristen. Ik maak regelmatig gebruik van het veer, zeker zomers. 'S Winters wat minder, maar de veren moeten blijven, absoluut. U maakt het voor woon-werkverkeer of voor andere doeleinden? Andere doeleinden, gewoon privé, recreatie. Als het veer zou stoppen, heeft dit grote gevolgen voor de gebruikers. Dan zullen we een heel eind om moeten rijden, want dan of over 's-Hertogenbosch of over het volgende veer. Dus ik vind het onzin dat ze deze veren eruit gaan halen. We kunnen op 2 manieren kunnen we maatregelen treffen. 1 is natuurlijk de tarief. Maar ik weet ook op het moment dat wij 5 euro gaan vragen voor een overtocht, dat iedereen afhaakt. Tweede maatregel is inderdaad minder gaan varen. Dus dat we inderdaad bepaalde tijden niet meer varen. En in het uiterste geval een pot eruit uit de vaart halen. Maar nogmaals, ik kan me niet voorstellen dat dat ooit gaat gebeuren. Ik weet ook dat men momenteel ook op onderzoek doet naar de rol, de functie van vierpontorganisaties in Nederland. Ik zeg er meteen bij, dat is al vaker gedaan. En ik weet ook, als alle vierponten morgen stoppen met varen, staat Nederland muurvast.